Dit ken je wel. Op de stoep lopen, maar dan alleen tussen de randjes van de tegels. Of toch nog even naar huis om te kijken of het licht wel uit is. Dat is allemaal niet zo gek, totdat je voor de 10e keer op een dag naar huis rent. En als je per ongeluk toch op een randje staat, de paniek toeslaat en je eerst een rondje moet draaien omdat er anders iets heel ergs gebeurt. Phew, of had ik nou toch het licht aangelaten? Van zo'n dwangmatige handeling word je misschien even rustig, maar dikke kans dat die angst later toch weer terugkomt. Als je meer dan een uur per dag bezig bent met dwangmatige gedachten of handelingen, dan heb je een dwangstoornis, oftewel OCD. Die kan je krijgen door een stressvolle gebeurtenis, maar misschien zit het ook wel in je familie. En dan doet oma lekker mee met jouw OCD. Nee. Gelukkig zijn er mogelijkheden om OCD te behandelen. Zo leer je omgaan met die nare dwanggedachten en dwanghandelingen te stoppen. Totdat je gewoon weer op de stoep loopt zonder op de randjes te letten. Wel uitkijken voor hondendrollen. Oh nee, hè.